Wat Troon zo uniek maakt in mijn ogen is dat het een extreme geometrische helderheid heeft die op een bepaalde manier ook de Nederlandse cultuur typeert. En Troon is extreem in de opvatting over tijd, over het verliezen van gevoel voor tijd en hoe die tijd ook nog eens een ruimtebeleving wordt. Troon is heel veel eisend, technisch heel zwaar stuk. Het is natuurlijk heel interessant te zien wat zijn generatie ermee doet. Van nature ben ik geen teller en in dit stuk ontkom je daar eigenlijk niet aan. Als je het even je gedachten laat afdwalen, dan ben je het eigenlijk alweer kwijt. Nog altijd als ik in een gewijde ruimte kom, zoals een kerk of ook een museum of een trappenhuis zelfs, keer ik terug naar Troon. En dan wil ik mijn voetstappen laten klinken op een metrische manier. En daarmee een kleine zenbeleving op te roepen. Dat is de neurotische tik die ik aan Troon heb overgehouden.